176-jarige reuzenschildpad Harriet is overleden. Jazzzangeres Kim, 13 jaar en een groot talent. Hallo allemaal. De 13-jarige Kim is hard op weg om beroemd te worden. Ze is helemaal gek van jazz. Als ik dan op het podium ga staan, dan gaat het helemaal vanzelf. Dan denk ik gewoon, nou, ik ga zingen en nou ja, ik ga ze eigenlijk een poepie laten ruiken. Zo denk ik eigenlijk. De meeste van jullie vinden het oude lullenmuziek, jazz. Maar de 13-jarige Kim uit Vianen is het daar niet mee eens. Zij is er helemaal weg van. Ze is zelfs jazzzangeres en een groot talent. Vandaag nam ze een videoclip op om reclame te maken voor haar muziek. Mijn vader die is jazzpianist en die had in 2003 een project met Treintje Oosterhuis. En toen vond ik jazz ineens heel erg leuk. Dus toen ja, wou ik het ook wel proberen om te zingen. Kim lijkt heel volwassen op het podium. Ze is dan opeens niet meer de giegelkont die ze volgens haar beste vriendinnen normaal is. Normaal is ze... Gewoon heel giechelig en ja, gewoon heel gezellig. En nu is ze echt een diva en het is heel anders. Nou, dan kan ik heel gek dansen en allemaal gekke bekken trekken. Dat is heel anders natuurlijk. Als ik dan op het podium ga staan, dan gaat het helemaal vanzelf. Dan denk ik gewoon, nou, ik ga zingen en nou ja, ik ga ze eigenlijk een poepie laten ruiken. Zo denk ik eigenlijk. Om zoveel mogelijk met zingen bezig te zijn, zit Kim op de muziekhavo in Rotterdam. Dat is een school waar je bijvoorbeeld als je graag wil zingen, dan ga je auditie doen voor die school. En dan, als je dan wordt aangenomen, dan heb je gewoon de normale havenvakken. Maar daarnaast krijg je dan ook nog een zangles als je daarvoor zang zit. Of basles als je daarvoor bas zit. Heb jij nou echt grote voorbeelden? Ja, Treintje Oosterhuis vind ik een heel mooie stem. Ik vind het echt super hoe ze zingt. En Ella Fitzgerald ook. En die kan heel goed improviseren. Dat vind ik ook echt heel mooi. Dat is echt al, die is al ver voordat jij, zeg maar, leefde, liep ze hier al rond, hè? Ja. Andere jonge zangers of zangeressen dromen op hun 13e misschien over het winnen van idols of over een nummer 1 hit in de top 40. Maar Kim heeft maar één doel. Ja, op het North Sea Jazz Festival staan eigenlijk. Ja, wat is dat? Dat is een heel groot festival waar allemaal hele bekende jazzmuzikanten op staan. En daar zou ik gewoon heel graag een keer op willen staan. De videoclip die Kim vandaag heeft opgenomen stuurt ze dus naar de organisatie van het North Sea Jazz Festival, dat grote jazzfestival. Ze hoopt dat ze dan een keer daar mag komen spelen.